Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over Oekraïne, de oorlog daar. En ik moet even terugwijzen naar een eerdere video van mij, want daar had ik het over de aanval van de Russen in het noorden. Ja, dat is een stukje waar ik zelf een vergissing heb gemaakt. In die zin vergissing, ik ben zo bezig met het front wat je hier ziet, dat het front hier is het noorden van het front. Alleen het noorden in de oorlog, ja, dan zou je kunnen zeggen van, is dat niet tussen Kiev en Sumy? Dat is eventjes het probleem. Ik was zo bezig met waar de gevechten plaatsvinden, en dat is langs dit front, dat ik het noorden hier dit heb genoemd. Maar het is eigenlijk het noordoosten. Dus dat was een vergissing van mij. Maar wat geen vergissing was, was dat die Russen daar flinke aanvallen hebben gedaan. En we gaan even kijken naar hoe dat er nu uitziet. En dan ga ik even naar hier toe. En dan zie je dat hier die pijltjes nog steeds van de Russen staan. Nou is het probleem met dit deep state map, die is minstens 48 uur loopt die achter. Soms meer. In dit geval, het is een map die vanuit Oekraïne gemaakt wordt. Als Oekraïne iets verliest en dat niet wil laten weten, dan is die vertraging langer. Hier zie je niet wat die Russen misschien wel extra veroverd hebben. Maar wat er ook het geval is, en dat is dan het laatste dat ik hoorde, was dat veel van die veroveringen van de Russen van deze week eigenlijk alweer teruggerold worden. Want er zijn meerdere aanvallen geweest en iedere aanval is iets op zich, hè. Dus het is niet zo dat het overal hetzelfde geldt, maar daar waar de klappen het grootst waren voor Oekraïne, en dat was in het noorden van het front, daar schijnt nu dus de zaak omgekeerd te zijn en zijn Oekraïners weer in de aanval. Nou, ik heb ook in een eerdere video aangegeven van het verliespercentage is ongeveer 1 op 5. Nou, dan krijg ik heel wat commentaar, maar als we kijken naar bijvoorbeeld gisteren het aantal tanks, dan is het 10 tanks voor de Russen verloren, 1 voor Oekraïne. Maar kijken we naar andere onderdelen, dan zie je soms dat het zelfs bepaalde dingen dat Oekraïne meer verloren heeft. Maar in het geheel genomen, als je alles bij elkaar optelt, is het nog steeds gemiddeld 1 op 5. Maar dat kan per dag kan dat verschillen, maar de Russen verliezen dus 5 delen aan materiaal op Oekraïne 1 gemiddeld genomen. Ja, en dat moet je echt wel met in die zin de korrel zout pakken, dat dat niet bij iedere aanval hetzelfde is. Maar dat gaat over alle verliezen die er worden bijgehouden, die ze ook kunnen bevestigen. Want er moet wel een bevestiging zijn. Het moet niet zo zijn dat er maar iemand wat zegt. Want als we gaan uitgaan van wat bijvoorbeeld de Russen zeggen over het aantal Leopards dat vernietigd is, dan zijn ook de Leopards in Duitsland zijn al vernietigd. Want er zijn er al zoveel vernietigd, dat zoveel Leopards zijn er zelfs nog nooit gemaakt. Dus ja, het moet natuurlijk wel verifieerbaar zijn. En wat verifieerbaar is, is dus dat het 1 op 5 is. En als je pro-Russisch bent, dan is dat een vervelende berekening. Maar daarmee is die niet onjuist. Wat is er nog meer het geval? Nou, we hebben natuurlijk in het zuiden hebben we die aanval van Oekraïne die niet echt wil opschieten. Je ziet het hier, er is wat afgesnoept van de bovenkant en dat is het dan. En dan wordt er al te snel gezegd, het is een mislukking. Nou, dat zou ik niet zo noemen. Want wat er gaande is, en dat heeft zijn tijd nodig, de Oekraïners zijn vooral in het achterland enorm bezig. Maar wat je nu ziet, en daarop kan je zien dat er iets aan het veranderen is, het aantal Russen dat zich overgeeft, neemt toe. Nog niet in enorme hoeveelheden, maar ze hebben natuurlijk al 1,5 jaar ervaring met hoeveel Russen geven zich over. En dat aantal is niet eerder zo hoog geweest per dag. Dus dat neemt toe. En wanneer geef je je over? Nou, op het moment dat jij honger hebt, of dat je geen munitie meer hebt, of dat je het gevoel hebt dat het leger achter jou, wat jou moet steunen, jou niet meer steunt, dan ben je veel sneller geneigd om je over te geven. Dus op het moment dat we nu zien dat vooral in het zuiden die Russen sneller geneigd zijn om zich over te geven, geeft aan dat het met dat leger steeds ietsje slechter gaat. Nou, het is nog niet zo dat hele eenheden zich overgeven, dus het is nog helemaal niet dat het op rampniveau ligt,
Maar het geeft wel een trend aan. En wat is die trend? Dat is dat die Oekraïners hier, die Russen, letterlijk aan het uithongeren zijn. Dat zijn ze al weken aan het doen. En de verwachting is dus dat over een week of vijf de zaak zodanig verzwakt is dat die Oekraïners een kans maken om dus eigenlijk toch door die mijnvelden heen te komen, omdat die Russen dan te weinig materiaal hebben en er nog te weinig Russen zijn om ze goed tegen te kunnen houden. Nou, wordt dat waarheid? Ja, dat zullen we zien. Maar het is wel deel van het huidige plan van Oekraïne. Want ze hebben een plan moeten aanpassen, laat dat duidelijk zijn. Ze hadden gehoopt eigenlijk de Russen te kunnen overrompelen met veel materiaal. Nou, dat liep even verkeerd af. Dus dan ga je je aanpassen. En die aanpassing, die is nu best wel succesvol. Gaan we kijken naar wat er gaande is in de Krim. Er is in het zuiden van de Krim is de grootste munitieopslagplaats waarvan Oekraïne weet heeft, die is dus van de week geraakt. En die is zo aan het ontploffen dat de snelweg in ieder geval al 24 uur, en mogelijk nu al langer, gesloten is. De snelweg die er vlakbij lag. Er zijn 2000 huizen ontruimd, maar dat ding blijft maar ontploffen. Er zijn echt, het is een enorme klap geworden. Dat was zover nu bekend de grootste munitieopslagplaats die de Russen in de Krim hadden. Ja, dat doet dus even pijn, maar het is wel deel van die strategie om die Russen uit te hongeren. Die brug, de Krimbrug, is nu voor treinen nog altijd gewoon bereikbaar. Die trein konden ze met die drones op zee konden ze die natuurlijk niet raken. Maar de weg is maar één richting, één rijbaan. Dus ze moeten op elkaar wachten, de richtingen. Dus de files zijn enorm. Auto's kunnen erover, vrachtwagens niet. Dus als er een vrachtwagen wil rijden, dan zal die helemaal over de landbrug moeten gaan. Dus door het bezette gedeelte van Zuid-Oekraïne. Dat is een lastige weg, dat is een drukke weg nu. Ook toeristen moeten die weg nu eigenlijk toch wel gaan volgen. Dat is niet echt een ideale situatie. Waarom ga je als toerist naar een oorlogssituatie? Nou, deels is het omdat ze in Rusland niet eens beseffen dat daar een oorlog gaande is. Er zijn mensen die nog steeds geloven dat het alleen maar een speciale militaire operatie is. En dat dat niet zoveel voorstelt. Ja, als je echt alleen maar gelooft wat er op televisie in Rusland gebeurt, dan kan je dat wel eens onderschatten. Hoe zit het nou met die aanval van de Russen in het noordoosten? Het lijkt erop dat het momentum voorbij is. Dat de Russen het geprobeerd hebben, maar dat het nu even voorbij is. Dan kan je je hergroeperen en opnieuw proberen. Misschien gaan ze dat wel doen. Maar Oekraïne geeft aan van wij zijn weer voorwaarts aan het gaan. En dat geeft toch wel aan dat die Russische aanval niet echt doorgezet is. Maar ze hebben ook wel ongelooflijk klop gekregen op sommige plekken. Dus ik kan me indenken dat je dan zoiets hebt van nou, ik denk niet dat we dit nog verder moeten doen, want we komen er gewoon niet doorheen. En dat is dan even goed van Oekraïne dat het gelukt is. Hoe heeft Oekraïne dat gedaan? Ja, ongelooflijke hoeveelheden clustermunitie verschoten. Die Russische soldaten zitten op die voertuigen, want die voertuigen zelf zijn doodskisten. Op het moment dat er dan over een mijn rijdt, dan ben je dood als je erin zit. Dus ze zijn daarop gaan zitten. Ja, dan komt nu Oekraïne ineens met clustermunitie. Dat ontploft. Ja, dan ben je bovenop het voertuig ook niet veilig. Dus dat is echt een bloedbad geworden. We zullen zien hoe het zich verder ontwikkelt daar in dat noordoosten. Maar het ziet er voor de Russen in ieder geval niet zo denderend uit. Maar er liggen wel ongelooflijk veel soldaten, dus daar kan je wel wat mee. Het is de vraag of Rusland nog de mogelijkheden heeft. En dat bedoel ik zowel qua materiaal als kennis bij mensen, maar ook top van de legermacht, de mogelijkheden heeft om te bedenken hoe ze dan die Oekraïners toch kunnen verschalken. Het is niet dat Russen niet slim genoeg zijn, want de aanval op Odessa was tactisch gezien heel slim. Dat je die graandeal die gaat niet door. Je kan die schepen eigenlijk niet aanvallen, maar dan pak je de havens. Ja, dat is natuurlijk heel keurig dat je dat zo bedenkt. Het is niet leuk, maar het is wel heel goed dat je dat zo bedenkt, omdat je dan toch die graandeal uiteindelijk torpedeert, omdat je de haven kapot maakt. Een slimme zet van Rusland.
Maar tactisch, puur op de grond, zien we die superioriteit van die Russen pertinent niet. Mensen hebben nog steeds het idee dat er een groot Russisch leger is. Maar wat je moet realiseren is dat het Russische leger, wat 2 jaar geleden bestond, niet meer bestaat. Het gevechtsklare leger van Rusland is verdwenen. Wat er nu is, zijn nog restjes en zijn mensen die later zijn opgeroepen. Maar er is van dat beroepsgevechtsleger is bijna niets meer over. En dat moet je realiseren. Het is nu zo, want je hebt natuurlijk wel een leger, maar er is heel veel staf. Allemaal ouwetjes die daar nog steeds bezig zijn. Ouwetjes boven 40 is ouwetje in het leger. Maar die zijn wel bezig met legerdingen. En die moeten nieuwe mensen binnenhalen. En ze moeten opgeleid worden met echt het gevechtsleger. Dat is verdwenen. Daar zijn nog maar weinig mensen over die eigenlijk de oorlog begonnen zijn. Dus dat moet je je echt realiseren. Dat het grote Russische leger niet meer bestaat. Er is nu wel een groot leger. Maar het is een nieuw leger. Redelijk onervaren. Ze hebben nog wel heel veel materiaal, maar als je gaat kijken naar de kwaliteit van het materiaal na 1,5 jaar oorlog en alle verliezen die er zijn, dan is het Russische leger niet meer wat het was. En dat is even van belang. Er is reëel de mogelijkheid dat Oekraïne in Oekraïne het Russische gevechtsleger gaat verslaan. En dat leek 2 jaar geleden onmogelijk en nu is het een realiteit die eigenlijk keer op of dag op dag verder uitgewerkt wordt. En dat uithollen van dat leger, het uithongeren van dat leger, is deel van het slopen van dat leger. En dat is dus nu aan het gebeuren. Daar waar Oekraïne steeds aanvulling krijgt, want ook Oekraïne verliest materiaal, maar iedere nieuwe hulp vanuit het Westen geeft weer de aanvulling van het materiaal. En dat zien we bij Rusland dus niet. Die aanvulling van het materiaal komt bij Rusland uit oude voorraden. En ja, letterlijk nu dicht bij de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben spullen nooit verkocht. Maar het komt toch al akelig dicht bij de Tweede Wereldoorlog. De vrijwilligers, tussen aanhalingstekens, vanuit Donetsk, die hebben recent geweren gekregen die letterlijk uit de Tweede Wereldoorlog kwamen. Dus dat geeft wel aan dat die Russen toch behoorlijk diep moeten putten uit hun voorraden, hun oude voorraden. Dus dit gaat toch wel echt wel een groot probleem voor de Russen. Die uitputtingsslag is vooralsnog, kan altijd veranderen, maar vooralsnog pakt die negatief uit voor Rusland. Dus dat heel duidelijk zijn. Nou, daar wil ik het bij laten. Vond je de video interessant? Geef een like. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer dan. Druk ook op belletje en krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl en schrijf in op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!